Als jij als CMO hetzelfde bereik wil genereren, dan zit je niet met één idee op één platform, maar je zit op misschien wel twintig verschillende platformen. Je wilt als marketeer videocontent maken op YouTube, op Insta, op Snapchat, op TikTok. Maar wat wil jouw doelgroep nou precies zien? Team 5pm die zorgt ervoor dat giswerk wordt vervangen door data. Welkom bij ZWD tv Ja, dat is ongeveer de pitch in het kort, hè? Jammer. Ja, ik vind het heel mooi. Ik ja, heb dit, ik nou, heb dit ik... nog niet zo gehoord. Dus. Nee, je mag hem gebruiken. Jan Mowins, CEO van uh, Team 5PM. Leuk dat je er bent. Wat ik net zei, hè? jullie halen het gisteren werk eruit. En jullie weten op basis van data wat kijkers willen. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Uh, we zijn natuurlijk begonnen als, als, als YouTube-agency. Ja. Uh, vijf jaar geleden. Uh, en daarin uh, hebben we de afgelopen jaren zijn we daarin heel sterk doorgegroeid. Zowel in klanten, maar ook in de producten en services die, die we aanbieden. Mm -hmm. Nou ja, YouTube is natuurlijk een supermooi platform, maar in samenwerking met Google ook een van de grootste databases ter wereld. Ja. Want eigenlijk alle videocontent die wij maakten, testen we meteen onder een doelgroep van N is 2 miljard. Ja. Is natuurlijk niet zo, want nee, we nee. testen we natuurlijk voornamelijk in Nederland. Mm -hmm. uh, maar het levert ons wel enorm veel data op. Uh, en aan de hand van die data-inzichten kun je eigenlijk continu je videocontent, je campagne. of alles wat daar omheen uh, mee te maken heeft, mm -hmm. blijven optimaliseren. Ja. Nou, die werkwijze hebben we in de afgelopen vijf jaar eigenlijk steeds meer geautomatiseerd. Ja. In het begin kun je je voorstellen dat we dat deden aan de hand van enorme Excel-lijsten. waar uh, onze strategen uh, soms wel wekenlang mee bezig waren. om uh, niet alleen uh, de juiste inzichten te verzamelen, maar ook om die te vertalen. Naar een, naar een actionable insight uh, voor onze klanten. Ja. Uh, vandaag de dag hebben we met Topic Tree hebben we daar onze eigen tooling voor ontwikkeld. Dat is een eigen softwareproduct. Ja, die hebben we uh, in de afgelopen jaren gebouwd. Dus uh, wat we twee of drie jaar geleden dachten van, ja, uh, we doen dit nu allemaal handmatig en uh, uh, het werkt heel goed. Ja. We zien dat, dat onze data-inzichten en uh, uh, de data die we gebruiken om onze campagnes te creëren. Uh, zoals uh, kijkgedrag of zoekgedrag of, of allerlei andere dingen waar mensen graag naar willen kijken, mm -hmm. uh, zijn we dat gaan automatiseren om het, om het makkelijker te maken en om ervoor te zorgen dat onze strategen ja, in plaats van twee weken misschien maar een week ermee bezig waren of misschien ja. maar enkele dagen. Uh, uiteindelijk werd dat zo ver doorgevoerd dat we uh, mensen hebben aangenomen die uh, die automatisatie daadwerkelijk in een tool zijn gaan bouwen. En vandaag de dag hebben we met Topic Tree een, een heel mooi systeem, wat ons uh, exact vertelt uh, hoe mensen zich bewegen, uh, niet alleen op YouTube, maar ook op Google, op TikTok, uh, zelfs op Pinterest. Is dat, ja, is dat een interessant kanaal ook, hè? Pinterest? Um, eerlijk, wij doen eigenlijk nooit wat met, met Pinterest, maar... Wat onze driver voor deze tool was, was mm -hmm. dat we graag het, het, het zoekgedrag, dus de intentie van mensen op die platformen in kaart wilden brengen. Ja. Want uh, YouTube is natuurlijk een, een super platform als het gaat om, om entertainment, muziek, uh, influencers, alles wat ermee te maken heeft. Maar ons verhaal van de afgelopen vijf jaar is dat het als zoekmachine ook heel relevant is. Ja. En dan uh, als zoekmachine is het voor een merk meteen weer heel interessant. Ja. Want je pakt een bepaalde intentie bij mensen die zich aan het oriënteren zijn... voor een product of dienst dat misschien ja. wel binnen de scope van zo'n bedrijf valt. Um, en als je dat weet en je hebt al die data, dan haal je dus letterlijk het gidswerk eruit. Want dan kun je gewoon zien waar mensen op zoeken, wat ze dan vinden, dus ook wat je concurrentie is. Want ja. dat kun je natuurlijk ook allemaal, want je zoekt niet alleen je eigen data natuurlijk. Nee, nee. en in stap, 1, in stap 1 zeker, want je weet op dat moment hoeveel mensen uh, aan het zoeken zijn rondom uh, elektrisch, uh, elektrisch rijden. Uh, een belangrijke uh, driver voor, voor mensen die uh, bezig zijn met de aankoop van een nieuwe elektrische auto. En ja. je ziet daar, dat daar in YouTube en, en een video bekijken, uh, eigenlijk veel, veel relevanter is voor zo'n potentiële consument dan, dan het lezen van een stuk tekst over ja. waarom die auto de beste elektrische auto is. Mm -hmm. um, en als je dat pakt op YouTube, uh, doe je dat eigenlijk direct, uh, direct op Google. Want, want ja, videoresultaten zijn heel dominant uh, binnen die zoekmachine. Ja. Maar TikTok wordt. wordt ook heel erg veel als een zoekmachine. Ja, zeker in de jonge die... generatie is dat echt een ding aan het worden. Hè? Absoluut, en ja. dat wordt steeds ouder. Uh, en dat is de link met, met Pinterest, maar ook eventueel met, met marketplaces. Uiteindelijk pak je die, die zoekintentie, uh, uh, zijn ook heel sterk op die platformen. En, een, een Instagram is dat bijvoorbeeld veel minder. Dat is, dat is echt ja. een social medium uh, ja. waarin mensen toch vaak de content bekijken die door connecties of, of ja, vaak ook door bedrijven gedeeld is, maar je weet eigenlijk niet precies waar mensen naar dat moment uh, op zoek zijn. Uh, da daarin onderscheidt TikTok zich enorm van een platform als Instagram, omdat uh, je veel makkelijker die intentie van mensen toch ook uh, kunt pakken. Wie zijn jullie dat jullie dit dan hebben en de grote spelers niet, zeg maar? Ik bedoel, was het er nog niet? Nou, het was er nog niet. Kijk, uh, uh, toen wij een YouTube-agency begonnen, uh, mm -hmm. waren er nog geen YouTube-agencies. Ja? Ik denk uh, de afgelopen vijf jaar mede uh, daardoor zijn wij zo hard gegroeid. Want ja. op een gegeven moment kwam toch wel het, het besef bij heel veel bedrijven van... ...we moeten iets met dat YouTube. Nou, het is een relatief complex platform, dus, dus een, een social media-agency... Uh, dan wel een, een Google bedrijf, die hebben daar niet per se verstand van. Nee. Want je hebt nieuwe algoritmes en, en een hele moeilijke parameter is video. Want je ja. video moet ook geproduceerd worden op een manier dat het optimaal rendeert, mm -hmm. um, doordat YouTube ook nog als, als, als zoekmachine is gaan gebruiken, wordt, wordt eigenlijk je, je video SEO, want, want dat is het eigenlijk, ja. uh, is, is veel, veel belangrijker geworden. Nou, TikTok doet daar nog, nog een stapje bovenop. Mm -hmm. um, en er zijn vanuit die hoek geen andere bedrijven die, die of zo zijn opgericht... Uh, of, of eigenlijk die stap daar echt goed naartoe gemaakt hebben. Want technologisch, hè, hoe kom jij aan al die data? Is dat een kwestie van APIs aansluiten en dat allemaal verzamelen? Dat is in feite de kern van wat jullie gedaan hebben? Ja, het meeste van die data is allemaal uh, uh, openbaar. Uh, het enige wat wij doen, wij verzamelen dat allemaal in ons data warehouse. Ja. Uh, we maken dat uh, inzichtelijk voor onze strategen... die dat vervolgens weer vertalen naar bepaalde klantdoelstellingen of, of, of klantwensen. Dus kun je het concreet maken wat dit dan... zeg maar, en dan met name wat het verschil is als het... en dan wil ik zo meteen nog meer weten over je bureau... en je bureaustrategie en zo... Ja. maar ik vind dit ja, onderwerp, ja, zeg maar, de inhoud interessant. Uh, wat het in de oude situatie... Even, ik noem het maar even het ouderwetse giswerk. We gaan leuke video's maken en we zien ja. wel wat schipstrand. Ik chargeer. Tot en met nu dat je zeg maar, heel gevolgd... kun je dat dus concretiseren in een klant of in een case? of in. Ik, ik probeer het vaak een beetje te vertalen naar... aan de ene kant... Uh, ja, hoe, het, ja, hoe het vroeger hoe het vijf ja. jaar geleden toen reden ja, tegenwoordig is dat vroeger, vroeger. Um, eigenlijk als jij als, als merk een bepaalde doelgroep wel bereiken en nou, de merken waar wij voor werken zijn over het algemeen de, de grotere corporates de a merken ja. die, die toch op een vorm van massa bereik ja, precies. zitten ja. um, wat jij wat je deed en wat een groot gedeelte van de markt gewoon vandaag de dag gewoon ook nog doet omdat het ook effectief is, begrijp me niet verkeerd. Mm. Uh, is je gaat naar een, naar, een, naar een themabureau, een groot reclamebureau. Uh, en je uh, wilt een bepaalde positionering van je merk, en je wil een boodschap die je via uh, kanalen kunt, kunt wegspelen om een bepaalde doelgroep te bereiken. Ja. Um, heel gesachgeerd en kort gezegd, uh, je hebt een big idea, en ja. maakt er een tv-commercial van. En uh, met behulp van, van een mediabureau uh, koop je exposure in onder een doelgroep 2049 bij RTL 4. Het enige uh, verschil vandaag de dag is, is natuurlijk dat, dat tv sowieso minder wordt. Ja, de de ja. lineaire kijkminuten uh, worden jaar na jaar minder. Ja. Uh, en uh, de platformen waar, waar dat potentiële massabereik zit, uh, die, zijn, die zijn, veel, veel, zijn er veel meer van geworden. Ja. Dus, dus wat je ziet als jij als, als CMO eigenlijk nu dezelfde vraag en hetzelfde bereik wil genereren, dan zit je niet uh, uh, met één idee op één platform, nee. maar je zit misschien nog wel met hetzelfde idee, maar vaak toch ook wel met, met wat, wat, wat meerdere positioneringen mm -hmm. op, op misschien wel twintig verschillende platformen. Mm -hmm. En al die platformen die hebben eigenlijk een, een andere manier waarop ze succesvol zijn. Ja? Dus altijd zit er een bepaalde gemene deler in. Uh, maar nou, ik kan, kan een uur vertellen over, over de metrics. en hoe je het algoritme kan hacken op YouTube. Uh, mm. Op uh, TikTok kan ik het al veel minder goed. Maar dat mm. uh, uh, werkt met andere formaten, andere tijdstippen, andere optimalisaties. Ja. Uh, uh, Ga maar door. Um, en wat, wat je eigenlijk vandaag de dag ook wil. Is, is nog steeds het massabereik. Maar je weet al wel dat je het op tv. misschien alleen niet meer kan redden. Uh, dus je wil dat uh, massabereik hetzelfde hebben, maar dan. Uh, zeg je dat verspreid over vijf platformen. Ja. Het mooie daarvan alleen is, is dat je massa niet je doelgroep 2049 is, maar misschien wel heel vijf heel gesegmenteerde groepen. Ja. Die zich op verschillende platformen bewe uh, bewegen, waarin eigenlijk het geheel uh, meer is dan de som der delen. Ja. Um, en, en om dat op, op de juiste manier te kunnen doen, uh, kun je wel zeggen van ja, ik, ik, ik denk dat dit gaat werken, of ik denk dat dit gaat werken. Dat is simpelweg gewoon niet meer zo. Videocontent is veel te duur om, om eigenlijk maar dit soort dingen te blijven proberen... terwijl je aan de andere kant zoveel data beschikbaar hebt... die jou eigenlijk dag na dag vertellen waar mensen mee bezig zijn... wat ze graag willen zien, uh, uh, waar de doelgroepen zich bewegen... die wel eens een potentiële klant kunnen worden... Uh, waar de doelgroepen zitten die, die wel heel erg veel associatie met jouw merk... en jouw merkvoorkeur... Uh, hebben, mm -hmm. maar eigenlijk misschien nog nooit echt, echt uh, uh, goed bereikt zijn. En, en dat is volgens mij het klassieke uh, verschil tussen, tussen nou, een, een traditionele campagne waarmee je mm -hmm. via één medium op een groot publiek uh, eigenlijk heel, heel effectief kan zijn, mm -hmm. versus vandaag de dag uh, waarin als jij niet al die data gebruikt die je voor handen hebt. Nooit het resultaat gaat bereiken wat je van tevoren in gedachten hebt gehad. Ja. En het hele mooie daarvan is, van, van, van deze platformen, is dat het tot op, de, op het cijfer nauwkeurig ja. eigenlijk teruggeeft wat dat resultaat is. Ja. Wat je zei: ik, ik kom van het heel uh, geweldig bedrijf. Maar heel veel resultaten werden toch ook wel gelieerd aan, aan die 1200 kastjes die er, uh, die er zijn. En ja. wij denken uh, dat, dat, nou, dat eigenlijk, als je, als je de lijn blijft volgen van, van, van advertentie-euro's of productie-euro's. of, productie -euro's of ja. Nou ja, de euro's die, die veelal gelieerd waren aan, aan het medium televisie. Uh, dat die al verschoven zijn. En dat aan die nog, nog veel harder gaan verschuiven. Dat die nog veel harder gaan verschuiven. Je bent verschuiven dom als je, als je dat niet doet. Ja, want, nou, want, want betekent het ook dat contentcreatie veel dynamischer en flexibeler moet gaan worden? Ik, to, toevallig hoorde ik van een. Uh, Ander de HEMA-case die bij jullie speelden, ja. waarbij ze bijvoorbeeld op trending topics ja. acteren, wat je natuurlijk op TikTok super ziet, ja. is dat je gewoon op basis van, maar dat, dat toen sprak ik die dame van de HEMA ook en die zei ja, dat gaat binnen een dag. Ja. Weet je wel, maken wij content die ingaat op trending topics die te maken hebben met onderwerpen waar wij als HEMA zeg maar tussen willen zitten. Ja, nou ja, bij de HEMA gaat het uh, uh, zelfs in de breedte die case hebben we uh, enerzijds longvorm, ja, YouTube, ja. dus. Veel meer uh, gericht op... Uh, uh, hoe maak je een bed op? Hoe hang je gordijnen op? Help, uh, ja. Helpachtige content. Ja. Nou, um, waar, waar Hema mee kwam... Uh, is, is dat ze uiteindelijk TikTok ook als een zoekmachine beschouwen. Ja. Um, maar dat mensen daar op een andere manier naar zoeken. Ja, weet je, waar uh, op, op YouTube je eigenlijk wat meer de tijd neemt... om nou echt te zien hoe je een bepaalde uh, gordijnen ophangt. Mm -hmm. um, willen ze bijvoorbeeld op TikTok uh, uh, hacks zien... om om gordijnen op te hangen of je dekbed ja. op te vouwen. Ja. Dat soort zaken. Ja. Maar Door ons systeem, door die data... Um, kunnen we op maandagochtend um, eigenlijk kijken wat er gebeurd is... wat het verschil is van, van vorige week. Bijna tot op het niveau of, of, of blauwe of rode gordijnen... eigenlijk ja, populairder ja, ja, ja. zijn. Ja. Uh, en aan de hand daarvan uh, kun je je, uh, je shortform maken. Nou, again, YouTube longform... daar ben je best wel wat tijd mee bezig... met scripting, et cetera. Op de, de shortform-platformen... Uh, kun je eigenlijk dat in de ochtend in een, in een briefing gooien en in, in de middag draaien. Dat is wel weer een heel andere beweging. Dus data, dus dat betekent onderzoek, strategie, ja. content, ook creatie, maken. Ja. En dan over een x-aantal kanalen heen. Dus niet meer alleen YouTube, maar over de kanalen die op dit moment relevant zijn. Die op dat moment relevant zijn, ja. ja we hebben een nou paar, ja, de tagline wordt uh, Team 5PM, data drives us to be different. Ja, dus... Hoe gaan wij nou ja. zorgen dat, dat die data jou in staat stelt om die, om die speech, uh, sweet spot te vinden? Ja, om uniek te zijn. Waar, waar ja. je publiek zit en je concurrentie ja. niet. Ja. En onze werkwijze is gebaseerd op het, op het 4F-model. En dat is uh, uh, FIND, dus dataonderzoek, uh, maar uiteindelijk ook een stukje creativiteit. Hè. Het is ja. uh, niet creativiteit eerst, maar creativiteit is in ons vak enorm belangrijk. En dat is een van de dingen waar we absoluut nog veel beter op kunnen worden. Mm -hmm. um, Tweede is film, dus het produceren. Dus ja. uh, je hele productie-event met alle mogelijke dingen over verschillende platformen. De derde is fuel. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat, dat hetgeen wat we gemaakt hebben ook zowel organisch als peet attractie uh, krijgt, uh, de de ja. krijgt. En de vierde is fact-check. Uh, hoe gaan we dus aan de achterkant uiteindelijk ook doormeten dat. De dingen die we in de ja. eerste fase hebben gevonden, ja. ook het daadwerkelijke resultaat het heeft opgeleverd. Dus dat je eigenlijk weer. Dit ja, zou je als een soort cirkeltje kunnen tekenen. Ook, ja, ja, met een hele, nou ja, hele sterke focus op. op van, van, van video naar resultaat. Ja. Of van content naar resultaat, noem het zo. Uh, efficiëntie, een beetje toch nog als eerste. Want uiteindelijk wil je. Wil je gewoon, gewoon meetbare resultaten leveren? Mm -hmm. uh, maar uh, ja, de magie van creativiteit die gaan we zeker niet vergeten. Nee. Want uh, daarmee uh, uh, is een hele belangrijke markt te winnen. Je zit in het buitenland. Je hebt uh, een social bureau gekocht, toch? Ja. Lijm? Genomen. Lijm. Lijm. Amsterdam. Ja. Dat is niet de laatste? Of nee, nee, Hoe ziet de strategie eruit? Eigenlijk geloven wij dat, dat er twee dingen zijn waar we heel goed in kunnen groeien. Enerzijds, en daar hadden we het net over, is het aanbieden. Van de juiste specialismes. Uh, nou, daarin geloof ik dat uh, niet alles is uh, dat we daarin zelf moeten gaan doen en leren en ontwikkelen. Uh, omdat er gewoon heel veel partijen zijn in de markt die heel goed zijn op een bepaald vlak um, en eigenlijk moeiteloos met ons op die werkwijze uh, een volgende stap kunnen maken. Samen met nou, ondernemers die uh, zelf wel uh, uh, zin hebben in dit avontuur. Ja, dus een buy in beeld eigenlijk een groep bouwen met bedrijven eronder. En, ja. uh, uh, ik denk dat in de economische termen dat je het zo noemt. Maar ja. kijk, wij zullen geen actieve buy in beeld gaan doen waarin we ik weet niet hoeveel partijen gaan, gaan overnemen. Hm. Uh, waar we wel gericht op zoek naar zijn, zijn eigenlijk hele strategische overnames. Binnen het specialisme-domein, wat ja. wij zelf. Niet of niet goed genoeg beheersen. Ja. Dus uh, Lime is daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, we zeggen wel en, en we doen ons best om die shortform op s ochtends te bedenken en smiddags te doen. Wij zijn in de realiteit toch ook een groot bedrijf met uh, uh, zoveel mensen, met processen en workflows, ja. dat dat voor ons gewoon steeds moeilijker wordt. We ja. zijn heel goed ingericht om, om hele mooie uh, longform content te maken. Uh, maar voor shortform content, waarin je soms een idee moet hebben en dat smiddags moet uitwerken, mm -hmm. uh, uh, zijn, we dat zijn we dat gewoon niet? Nou, ja. Lijm is zo'n partij die dat wel goed kan. Dus wij hebben die afweging gemaakt van gaan we dit nou zelf doen? Ja. Of gaan we eens uh, kijken uh, uh, of, er, uh, uh, of er goede bedrijven zijn die uh, wel in ons verhaal geloven mm -hmm. en uh, wel met ons dit willen gaan doen. En hoe gaat de groep gaat de groep team 5PM heten? Ja. Oké, okay, en daaronder Verdien. hou je dan eigen label? Blijft lijm lijm? Ja, op dit moment wel. Okay, ja, okay. Ja. Dus hoe zich dat in de toekomst gaat uitkristalliseren... Okay. ik weet het oprecht nee. niet. Maar uh, dat wordt lijm. Uh, maar daar zijn meer specialismes uh, waarvan we denken: hé, hey, dat, dat, daar zitten wij gewoon niet goed genoeg op voorgesorteerd. gesorteerd. Ja. Uh, influencer marketing is er een. Weet je, als je toch kijkt naar die CMO van de toekomst, platformen van de toekomst, uh, uh, past dat er gewoon moeiteloos tussen. Ja. Uh, alles rondom streaming vinden we heel interessant. Uh, uh, ja. Toch weer die connected television. En daar willen we dus qua producten en services uh, uitbreiden om niet alleen op YouTube, maar ook op die andere vlakken gewoon, gewoon echt de beste partner te zijn van zo'n klant. En dan hopelijk door die werkwijze het ook nog eens heel logisch is om, om het ja. allemaal bij ons ja. te doen. Hey, en uh, even echt een ondernemersvraag, kun je dat allemaal zelf betalen? Of hebben jullie een, uh, een investeerder aan boord om die buy in build vorm te geven? Hoe heb je dat gedaan? Nee, op dit moment uh, betalen we alles zelf. Weet je. We zijn uh, gewoon nog uh, 100%... Eigenaren, we hebben nog geen uh, enkele bankfinanciering. Dus eigenlijk ja. onze hele groei wordt gefinancierd vanuit onze eigen cashflow. Um, of dat in de toekomst zo gaat zijn, ik, ik weet het niet. kijk naar uh, de snelheid van kansen die voorbij komen misschien. Nou ja, onze ambitie ligt wel om, om nou, in, in tien Europese landen actief te zijn. Ja, we zijn op dit moment zijn we uh, uh, actief in uh, drie Europese landen. Uh, Polen hebben we net een kantoor geopend. Uh, in uh, Stockholm zijn we sinds uh, anderhalf jaar nu ongeveer uh, bezig. Uh, en het jaar daarvoor hebben we Kaapstad, is dat, Europees, ja. dat, uh, ja, dat is dan uh, niet Europees, maar ja. dat is eigenlijk ons vierde land. Ja. Kijk, wij gaan vroeg of laat een keer aan onze eigen investeringsgrenzen lopen op het ja. moment dat we echt willen. Um, we hebben ook, ook uh, genoeg gepraat met, met investeringspartijen of, of, of andere groepen. We hebben tot op heden nog niet de partij gevonden waarvan wij denken van... oké, okay, die gaan ons uh, uh, echt, echt die, goede, die volgende fase in helpen. En ja? hoe groot is de verleiding geweest om... Uh, want ja, ik denk dat je niet één keer, maar meerdere keren het aanbod hebt gehad... om de hele hut te verkopen en onderdeel van een andere groep te worden. Ja. Wat heeft je uiteindelijk tot deze strategie uh, gebracht? Want je had ook, je, ja, jij had je schaapjes op het droge kunnen hebben misschien wel, financieel. Ja, um, dat is... Technisch gezien zeker zo. Uh, <laughs> um, maar, again, ook, we, hebben, we, zijn daar, we hebben er nooit niet open voor gestaan. Nee, nee, nee. Uh, wij, we zijn ook alleen daarin nooit, nooit de partner tegengekomen waarvan we dachten van, hé, hey, die heeft een, uh, is een, een mind-blowing verhaal. Ja. Die zijn met een visie, die zijn met een, met een traject bezig waar wij enorm graag onderdeel van willen zijn. Ja. Wij, wij zijn eigenlijk elke keer weer tot de conclusie gekomen van... Nee, het, het strookt niet met eigenlijk hetgeen wat wij aan het doen zijn op dit moment. Mm -hmm. um, um, en we hebben eigenlijk nog wel de ambitie en de zin om, om, ja. om, om, om het nu zelf doen te, zelf te doen. Dus en en van waar de strategie, want je zegt even uit de losse hand, maar uh, uh, Polen, uh, Zuid-Afrika en wat was die andere? Uh, Stockholm. Ik mis even de logica, maar die zal er vast in zitten, zeg maar. Ja, ja. Uh, hoe, hoe, hoe bepaal je je internationalisatie? Zeg maar. Hoe bepaal je waar je gaat zitten? Um, dat is een goeie. Het heeft allemaal weer een ander verhaal. Uh, 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 het heeft ook te maken met het feit dat we dus alles zelf financieren. En ja. landen als UK en Germany... Uh, of Germany zeg ik, klinkt uh, mij... Duitsland. Ja. Um, uh, niet alleen... Uh, Interessant zijn tenminste, Engeland is, is interessant. Daar zijn ze heel ver, daar snappen ze hetgeen wat wij aan het doen zijn en vinden ze heel interessant. We hebben een paar grote Engelse klanten okay. in Duitsland, lopen ze echt een paar jaar achter, dus, dus als we daar nu gaan lopen investeren, dan, dan ja, dan denken wij dat het heel veel geld in het kanaal schuiven is en ja. en heel weinig beweging. Um, Zuid-Afrika was heel duidelijk, uh, dat is eigenlijk in de beginsel uh, geopend als een als een. Smart productiehub ja. voor alle dingen die we hier in Nederland doen. Dus uh, daarbij moet je niet direct denken dat het allemaal daar goedkoper is. Dat dat is zeker zo. Mm -hmm. uh, maar er zit ook enorm veel uh, uh, talent vanuit de traditioneel de film en de commercial wereld uh, die uh, uh, die we in Nederland niet hebben. En dan moet je heel veel denken aan, aan, aan motion graphic, aan uh, 3D animatie, aan allemaal dat soort zaken. Uh, Plus de seizoenen zijn omgekeerd, dezelfde tijdzone. Ja. Uh, en de vierde, die hadden we niet direct bedacht. Maar uh, uh, zeker in deze tijd. Het is voor onze collega's uh, de perfecte plek om in de winter uh, een ja. maand uh, lekker te gaan op vacation te gaan. Ja. waar ze dus ook uh, heel veel gebruik van maken. Ja, dus ja. dus, dus ja. dat is dat gedeelte. Ze hebben ook maar één klant, dus Team 5 pm in Nederland. Ja, dus uh, ja, ja. Uh, wordt een gedeelte daar uitgevoerd, gedeelte in Nederland. Ja. Um, Stockholm zijn we eigenlijk als eerste land geopend. Had eigenlijk twee redenen. Ten eerste zien we dat, dat, dat de Zweden, de Noordics, maar voornamelijk de Zweden, eh, best, wel, best wel dicht achter Nederland aanlopen qua innovatie. Mm -hmm. Als ik dat dan heel concreet maak, zit dat in het feit hoe ze YouTube gebruikten. Ja, van YouTube naar entertainment platform, naar YouTube als zoekmachine. Ja. Is een switch die wij Nederlanders vijf jaar geleden gemaakt hebben. Uh, uh, en in Zweden twee jaar later. Mm -hmm. Dus dus toen dat gebeurde zagen wij ook direct kansen omdat de hele business propositie richting grote merken verandert. Want ze moesten opeens op YouTube zijn uh, om bepaalde doelgroepen te bereiken, waar het eerder het platform voor influencers en, en, en muziek was. Um, daarnaast is, is de markt kleiner, dus je investering is te overzien, ook als het niet lukt. Ja. Um, de derde wat uh, uh, daarin de boel versnelde. Is dat wij in Nederland voor, voor Amazon Prime Video werkten. En die uh, uh, hadden we op dat moment ook binnengehaald voor, voor de vier Noordic-landen. Uh, 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 dat hebben we een jaar gedaan vanuit Amsterdam. Dat ging super. Op een gegeven moment zeiden zij: van uh, joh, we willen met jullie door. Maar jullie moeten wel lokaal hier zitten, want creativiteit redactie wordt ja. toch heel erg lokaal bepaald. Ja, 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 ja. Dus dat was de, de laatste stap. Polen is eigenlijk in het verlengde hiervan. Ja, ja precies. Maar ja. goed, als een klant de reden is om ergens te gaan zitten, is dat vaak een hele gezonde reden toch? Het ja. uh, maakt je investeringsbeslissing makkelijker. Ja. Uh, je kent de klant, het zijn dezelfde mensen die op de teams werken. Nou, en het geeft ons nu in Polen de kans van: oké, okay, we hebben dit nu staan, we hebben een kantoor, we hebben vier mensen daar zitten. Ja. Uh, wat gaan we verder doen? Ja. En, 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 en daarin komt dus eigenlijk nu weer de afweging: gaan we inderdaad daar organisch proberen te groeien... door uh, een commercieel directeur aan te nemen... en, en ja. vanuit daar wat dingen te proberen. Kijken of ze inderdaad uh, geloven in een data-gedreven aanpak. Ja. Of gaan we misschien wel kijken of we daar ook een overname kunnen doen. Ja? Waar staan we over een jaartje of drie? Heb je daar een plan voor? Of maak jij plannen? Uh, in grote lijnen. Uh, we ja. hebben nooit, weet je, als hetgeen wat hier vandaag staat, ik zou echt, echt, echt 100% liegen als ik had gezegd dat, dat dit ons plan was. Dat ja. was het helemaal niet. We zijn gewoon ergens begonnen. Ja. En we hebben stap voor stap hebben, we, hebben we het bedrijf zo uitgebouwd. Ja. Aan de ene kant door altijd best wel veel risico te nemen, uh, aan de andere kant door uh, uh, nooit, nooit hele gekke risico's te nemen. Want dat, dat kan tegenwoordig met zo'n bedrijf ook uh, niet meer. Mm -hmm. Uh, dus waar we over drie jaar staan, ik weet het niet. Uh, uh, wat ik hoop is dat we in ieder geval uh, in plaats van, van vier, uh, echt wel in acht, acht landen actief zijn met ons eigen kantoor. Uh, ja. die we geloven heel erg in die, in die internationale uitbreiding, zeker ook omdat we op platformen werken en met data werken uh, die, die niet aan landsgrenzen nee. vastzit. Um, daarnaast hoop ik dat we door, door die uitbreidingen binnen die productie en uh, producten en services dat we toch steeds strategischer uiteindelijk ja. bij zo'n klant zitten. Ja, nu, nu zitten we toch vaak in, uh, 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 bij, bij het team wat zich bezighoudt met YouTube en TikTok. Ja. Uh, uiteindelijk geloven wij dat, dat de content op deze platformen, uh, dat die veel belangrijker worden voor, voor de CMO's van deze wereld. Ja. En dat je dus als bureau ook, ook hopelijk daar veel dichter tegenaan schuift om, om veel beter mee te kunnen bepalen van de start ja. uh, uh, hoe we het gaan inrichten. In plaats van dat je dat je een briefing krijgt. Ja. Uh, blijf jij het leuk vinden, zeg maar, want het is natuurlijk voor jou ook een leerschool. Hè? Van, want het is altijd een ondernemersvraag van jij. Je, je bent begonnen als een start-upje. Je bent nu een, ja, weet je, hoe het geeft een beetje naam. Hè? Het is nu een scale-up geworden. Ja, ja. Hele duidelijke eigen koers gekozen. Petje af. Vind ik echt wel stoer, want je had het heel makkelijk denk ik kunnen kiezen van nou, weet je wat? Dan gaan we wel in die groep of we verkopen daaraan of uh, de verleiding zal groot zijn geweest. Maar toch heel duidelijk een eigen uh, groei. Uh, wat maakt het voor jou het leukst? Dat is een goede, want ik uh, vraag het uh, soms wel eens aan mij en ik zei, ik zei of ik zeg vaak van, ik vond vroeger echt 90 leuk en 10 niet zo leuk. Ja. Ja, dat is niet meer 90-10, dat is echt wel 80-20. Ja. <laughs> ja. uh, 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 heel ondernemers-eigend. Wat ik het allerleukst vind, zijn, is is toch die groei naar het buitenland. Ja, ja. Dingen die ik nog nooit gedaan heb. Uh, 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 ik ben best wel best wel veel in in uh, Polen, Stockholm of of Kaapstad uh, te vinden. Ja, daar zitten we in Kaapstad, in Stockholm werken, werken tien mensen... en in, uh, in uh, Polen nu vier. Ja, daar zit je met een klein team allemaal weer aan de lunchtafel... allemaal ja. weer te bedenken van hoe we dit gaan doen, hoe ja. we dat gaan doen. Dat vind ik het allerleukst en, en, en dat houdt het voor mij ook enorm uh, leuk. Ja. Maar goed, ik vind ook... Ja, we zitten nu natuurlijk in uh, zeker met zo'n overname... In, in bepaalde financieringstrajecten. Hoe werkt dat? Ja. Uh, uh, wat zijn slimme dingen om te doen? Ja. Uh, dat vind ik ook heel leuk om te doen. Omdat je in beide gevallen eigenlijk continu blijft blijf leren. Nou, en het feit dat er dan door zo'n groot bedrijf... Ja, ik moet soms ook aan het proces en de workflow moeten houden. Dat moet dat, die even. pakken we erbij. Ja, zolang, zolang het maar 80-20 blijft, dan is het overzien. Absoluut. Nee, ja. Maar het is absoluut daarom... Uh, weet je, We hebben dit, uh, deze hele koers en deze nieuwe stappen... En, en het risico wat erbij komt kijken ook allemaal heel bewust afgewogen. Uh, en eigenlijk allemaal tegen elkaar gezegd van... joh, uh, we zijn ambitieus... Uh, we zouden het kunnen redden, dus uh, ja, let's go for let's it. Let's go for it. Ja. Succes man. Dankjewel. En dankjewel dat je hier was. Ja, leuk om weer bij te praten over de koers van Team 5PM. Ik denk een must-see voor iedereen die in advertising en in marketing bezig is. Maar ook als jij als jonge ondernemer zit te kijken of te luisteren, denk ik een prachtig verhaal. Dankjewel voor het kijken. Als je op YouTube zit, hieronder uh, abonneren. Klik op het belletje ook. Want dan mis je echt helemaal niks meer. En uh, zit je te luisteren in de auto of in de trein of op je fiets naar de podcast. Dan uh, abonneer je en volg ons uh, op Spotify. Tenminste, dat zijn de meeste van jullie die luisteren. Maar uh, als je tot die 5% hoort je op een andere podcast kanaal. Zit ook daar? Kun je vast abonneren op 7DTV en later Spotify ook eens een review achter of een reactie? Schrijven ze een stukje wat je van 7DTV vindt? Dat vind ik super interessant om te lezen. Voor nu, dankjewel voor het kijken en dankjewel voor het luisteren. Hoi.